Justitieminister Kenneth Amoxie geeft aan dat in het algemeen roofovervallen gestegen zijn. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat er veel roofovervallen worden gepleegd nabij het dorp Malobi. Van de economische situatie, maar soms zijn er minder mensen thuis. Nu bijvoorbeeld is het vakantie. Veel mensen trekken buiten de stad. Het lukt mensen nog om naar het buitenland te gaan. Dus soms zijn woningen onbewaakt. Bepaalde buurten zijn minder mensen in bepaalde buurten. En die vergelden, zij loren ook al deze momenten af. Zij spelen af, zij spelen in op noden bij de politie. Als ze weten bijvoorbeeld van politie Kwata heeft geen voertuigen, dan ga je misschien een schip daar zien. Als ze weten van uitvlucht heeft geen voertuig. Ze doen minder surveillance, dan slaan ze daar aan. Dus zij volgen onze gangen ook en op die manier spelen ze in op situaties. Amoxie benadrukt verder dat het leger zich voor nu terug heeft getrokken uit het Malobi-gebied. Voor politie-surveillance in die gebieden moeten er afspraken gemaakt worden.